En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het is vandaag 29 februari, schrikkeldag. Schrikkeldag. Wat zou u ervan vinden als u één keer in de 4 jaar jarig was? Dat zou ik niet minder leuk vinden, laat ik het zo zeggen. Maar ik zou het wel elk jaar vieren. Niet minder leuk, dat wordt minder cryptisch. Leuk vinden. Minder, ja, leuk, minder vinden, leuk vinden, maar ik zou het wel elk jaar vieren. Ja, en dan wanneer? Een kerstdag of zo. 1 maart. Over 1 maart. Je wordt toch wel ouder. Maar je wordt wel ouder. Hou je niet van verjaardagen? Ik hou niet van verjaardagen. Oh, dat kan natuurlijk. Ja. Ja. Maar wat vind je het niet erg voor die mensen die, die eigenlijk geen eigen dag hebben, 1 keer in de 4 jaar? Nee. Ze zijn gefeliciteerd voor morgen in de krant. Ja, wel, maar dan ben je 40, mag je nog niet auto rijden, ben je maar 10. Ja, dat is waar. En dan? Dat is waar, ja, dat is dan jammer. Dat is, zou u jarig willen zijn op die dag? Nee, ik niet. Nee? Waarom niet? Nou, ik vind het leuk om een verjaardag te vieren elk jaar. Oké. Het is toch een speciale dag voor je, je geboortedag. Ja. Dus nee, dat lijkt me niet zo leuk. Maar je kunt ook 1 keer in de 4 jaar heel erg groot vieren. Ja, dat zou kunnen, maar dan toch, dan mis je die andere 3 jaar. Ja. Dus nee, dat vind ik wel jammer. Ja, je... voor een volwassene is dat misschien minder erg, maar voor een kind lijkt me dat helemaal niet leuk. Oh ja, voor een kind is het erg. Ja. Zou je het leuk vinden om 1 keer in de 4 jaar jarig te zijn? Nou, dan blijf je jong, hè, volgens mij. Ja? Ja, dat is het, hè. Ja. Ja. Rijdt u auto? Ja. Als je schrikkeljaar telt, mag je nog ineens auto rijden. Ja. Ja, wie weet. Ondertussen wel, hè. Maar, ja. Ik heb een schoonzus. Die is op schrikkeldag, ja. Oh. Alleen, ja, nou gaf ze toch een dag eerder. Vond ik wel jammer. Ja, maar wat vindt zij ervan dat ze op die dag jarig is? Want er zijn maar weinig mensen op die dag jarig, hè. Ja. Nou, ik krijg elke keer te horen dat ze nou 20 jaar geworden is. Ja. Ja, dus gedeeld door 4. Die is al 80 dan, hè? Juist. Ja. Kent u mensen die op deze dag jarig zijn? Nee, ik ken niemand. Nee. Dat komt maar weinig voor, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Weet u hoeveel mensen er jarig zijn vandaag in Nederland? Ja, dat was vroeger op het nieuws. Erbij, maar ja, nou, ik weet het niet meer. 1100? Ja, klopt. Zo weinig, hè? Ja, weinig. Ja, inderdaad. Ja. En u, wat vindt u? Ik vind niks, want ik vraag het alleen maar. Nee, je heeft vast de mening. Ik zou het niet leuk vinden. Nee. Wanneer bent u jarig? Ik ben jarig 29 augustus. Maar dat is toch 29. Ja. Nou, dan hebt u geluk. Dat dacht ik, hè. Ja, dat scheelt een half jaar. Scheelt een half jaar, zo is dat.